Arnold, wat vond je van de zitting? De zitting? Ik was blij met deze zitting. Het is altijd even afwachten wat voor houding de rechtbank aanneemt. Ten eerste was het helemaal vol, dat was mooi om te zien. Ik was geïnteresseerd en mensen moesten achter in de zaal zelf staan. Dus dat geeft wel aan dat het echt leeft bij onze gemeenschap. De rechtbank was heel kritisch naar de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam zat ook behoorlijk in het nauw. En ik heb toch echt wel de indruk dat deze rechtbank, dat de Raad van State doorheeft wat er speelt. En ik heb ook alle vertrouwen in dat de Raad van State uitspraken doet, zodat de gemeente Amsterdam zich gewoon gedwongen wordt zich gewoon aan de wet te houden. Ja. En met huisvesting moet komen voor deze school. Ja, ik heb net bestuur gevraagd of zij een uitspraak wilden doen. Ze wilden geen uitspraak doen. Jij zit er niet bij. Als Partij van de Arbeid volg je deze zitting. Partij van de Eenheid, sorry. Misschien moeten we eerst even informatie geven. Wat voor zitting was dit eigenlijk vandaag? Nou, dat is een heel lang verhaal. Ik zal proberen kort samen te vatten. De gemeente Amsterdam, of het ministerie, heeft een vergunning afgegeven voor het stichten van de Islamitische School in Amsterdam, voor het onderwijs. De gemeente Amsterdam heeft dat vervolgens afgewezen op allerlei onheuse en rare gronden. Althans afgewezen. Ze hebben gezegd van ja, we gaan er niks mee doen. Daar kwam het eigenlijk op neer, even simpel gezegd. Vervolgens is het CEO weer naar de rechter gegaan. De rechter heeft uitspraak gedaan en heeft gewoon gezegd van nou, de gemeente Amsterdam moet gewoon het besluit van de minister uitvoeren en de onderwijsruimte beschikbaar stellen. En daarvoor zitten we nu bij de Raad van State, omdat de gemeente Amsterdam daar weer tegen in beroep is gegaan. Dus de gemeente Amsterdam is alleen maar aan het traineren moeilijk aan het doen om te voorkomen dat de wet gewoon wordt uitgevoerd. Ja, vorige week was er één zitting, vandaag was er één zitting. Ja. En zover ik weet zijn er nog één of twee zittingen. En dan wordt er dan uiteindelijk een besluit genomen dat er wat de uitslag is. Ja. Wanneer is het eind zichtbaar? Ja, als iemand mij 4 jaar geleden had gezegd, dan had ik gezegd over een jaar. We zijn nu 4 jaar verder. Maar we geven natuurlijk niet op. We zijn natuurlijk wel een strijdbare gemeenschap. Deze uitspraak, normaal doet de Raad van State binnen 6 weken uitspraak. Maar we zitten met vakantieperiode. Dus ik vermoed dat er een uitspraak komt van de Raad van State, ik denk na de vakantie, wellicht in augustus, hopelijk in juli. En Amsterdam, de uitspraak daarvan, die is even uit mijn hoofd op 27 mei dit jaar. De opkomst is heel groot. Vorige week was er heel veel. Ik was er zelf niet bij. Ik hoorde van iets van 140 mensen. De hele zaal was vol. En vandaag was iets van 60, 70 mensen, dacht ik. Nou, ik denk wel meer. Ook deze zaal was helemaal vol. Er konden zelfs mensen niet naar binnen. En zelfs achterin moesten mensen staan. En mensen komen uit niet alleen uit Amsterdam, maar veel mensen uit Den Haag ook. Omdat het ook in Den Haag echt speelt. Waarom is het belangrijk dat er mensen komen kijken naar zo'n zitting? Om te laten zien dat het niet alleen maar een initiatief is van een stichting, maar dat de hele islamitische gemeenschap achter dit initiatief staat. Dat er een enorme behoefte is aan islamitisch voortgezet onderwijs. We hebben bijvoorbeeld in Den Haag een paar hele goede islamitische basisscholen. Ja, de leerlingen kunnen daarna nergens heen. En dan komen ze toch terecht op de grote VMBO's. En nou ja, dat is niet wat ouders en leerlingen willen. Oké, laten we dan wensen dat er spoedig een voortgezet onderwijs komt in Amsterdam. Ja. Dankjewel, Arnold. Dankjewel.